Ik ben hier in het Biervolk, een aparte locatie hier in het Moske. En ik ga even praten met drie mensen, drie echte Moerse mensen, die binnenkort een boek gaan schrijven over het 125 jaar bestaan van het Moske. Het zijn Piet en Marij van Gorinchem en Willemien van Gorinchem, de zus van Piet. Drie ras-echte Moerse mensen die werkelijk alles weten over de Moer en niet in laatste plaats over alles wat er met het Moske te maken heeft. Ze gaan de komende maanden gaan ze een boek schrijven op verzoek van de familie De Bie. Een boek met uiteraard ontzettend veel historisch materiaal, met anekdotes, met oude foto's, maar ook hedendaagse foto's. En ze gaan er de komende maanden aan werken. En de bedoeling is dat straks bij de officiële jubileumdatum het boek wordt overhandigd. Piet, ik vertelde net dat Jos jullie gevraagd heeft. Waarom heeft hij specifiek jullie gevraagd dit boek te gaan schrijven? Nou, dat is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat we een aantal jaren geleden het boek Parelmoer mee hebben samengesteld. Ja, ja. Daar waren wij alle drie bij betrokken. Dat was in 2004, heb ik begrepen. Ja. Het boek Parelmoer in verband met het 50 jaar bestaan van Moers Belang. Wat is Moers Belang precies, Piet? Moers Belang is een, ja, het woord zegt het eigenlijk al, een belangenvereniging van de Moerse bevolking. En die behartigen dus de belangen van de Moerse bevolking, bijvoorbeeld naar de gemeente. Ja, 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 ja. Maar organiseren bijvoorbeeld ook recreatieve feesten. Ja, 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 ja. Ja. Bij gelegenheid zorgen ze dus voor een fietstocht of, ja, 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 precies. Ja, ja, ja. Koninginnedag wat ze organiseren. Ja, precies. En dergelijke dingen meer. Voor de Moerse gemeenschap. Ja, ja, precies. Marij, waar halen jullie het materiaal vandaan? Nou, het materiaal dat halen we bijvoorbeeld uit het archief. Dan gaan we dus zoeken wat er te vinden is over de familie en over het Moske. Verder zijn er vanwege Parelmoer nog een heleboel foto's, oude foto's die eventueel gebruikt worden. Ja, ja. Verder de foto's van de familie zelf die hun dus hebben. Voor de huidige toestand kunnen we dus zelf nog foto's maken die ingevoegd worden. Ja, ja, ja. En verder doen we als een beroep op de heemkundekring. Ah, dat is even een goeie. Ja. Ja, ja, en ja. Wat we ook doen is gewoon in gesprekken met de familie. Een aantal dingen dus naar voren halen. Ja, en, ja, ja. Om eventueel straks een boek te verwerken. Ja, precies. Belemien, wat is jouw aandeel erin? Ik heb begrepen dat jij goed kunt schrijven. Nou, of ik goed kan schrijven, maar ik vind het wel leuk om te doen. Ja, ja, dus we hebben ook aan Parelmoer samen geschreven. En dat was gewoon een hele leuke tijd om dat samen te doen. En hier heb ik ook weer wel zin in. Ja, ik kan me voorstellen. We zijn trouwens al begonnen, hoor. Dus, ja, ja. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. En er mag natuurlijk niks over het hoofd gezien worden. Want alle wetenswaardigheden uit het roemruchte verleden van Moske moeten erin vermeld worden. Er zullen ongetwijfeld heel veel anekdotes in voorkomen. Jawel. Kun je er zo eentje uit de losse pols noemen? Ja, in Parelmoer staan er verschillende genoemd. En eentje die Jos zelf heel erg leuk vond, dat was dat Tinus dus doodskistenmaker was. En een keertje na de begrafenis, toen zagen kerkgangers die juist uit de kerk kwamen, die zagen Tinus door de heg komen kruipen van het kerkhof. En toen leidde hij zo zijn hand op zijn lippen, zo van, sst, ik heb er even het beslag afgehaald, zei hij. Dat kan ik weer gebruiken voor de volgende kist. Maar geweldig hoor. Ja, ja, dat was Tinus was de opa van Jos, hè? De opa van ja, Jos, ja, ja. Ja. Was, ik heb het Moers Belang hebben gelezen, het boekje. Hartstikke mooi. Er staan ontzettend veel leuke dingen in. Ja. Maar er staat ook in geschreven onder andere dat Tinus was een heel ludiek figuur. Ja. Zelfs nu, anno 2009, wordt er nog over gesproken over Tinus. Ja. Er was een allemansvriend, die kende heel het dorp. Ja. Ja. Maar daar komen we straks waarschijnlijk nog wel op terug. Maar Tinus, heb je Tinus nog gekend overigens? Ik heb Tinus nog heel goed gekend, oh, ja? Ja, ja. En ook het oude Moske zoals het er hier toen uitzag. Ja, 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 toen ja. Ik hier op de lagere school zat. Dus, prachtig, hè? Ja. Ja. Dat was het oude café. En daar hadden toch bepaalde gebeurtenissen vonden hier plaats. Ja. En achter was nog een soort smederij. Daar kwam Klaas de Smit, noemden ze dat. Klaas Schaafstra, die kwam daar paarden beslaan. Ja. Vast op donderdagmiddag. En dan op school, dan rook je eigenlijk al. Ja, ja. Hè, dat die hoeven aan het schroeien waren. Ja, dus de lucht, ja, ja, dat wist je wel. En dan na school gauw even daar rondkijken natuurlijk. Ja, 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 rondhangen. Ja, ja. Dat was, ja, dat zijn beelden die staan op je netvlies. Die krijg je niet meer weg. Hè. Dat is, nee. Maar het is natuurlijk fantastisch om erover te schrijven. Marij, waar komt de naam het Moske eigenlijk vandaan?
Nou, oorspronkelijk heette het café Maas. Ja. Maar Tinus Maas, dus de tweede generatie, die werd in de volksmond altijd het Moske genoemd. Ja, ja, ja. En deze naam is eigenlijk blijven hangen. En Jos die heeft officieel dus die naam later aan zijn café gegeven. Ah, zo. Ja. Dus eigenlijk van de koude kant, hè? Van de koude kant, ja. Ja, ja, precies. Ja, de Moske is natuurlijk een begrip. Mm-hmm. En het heette toen al zo in de volksmond. Mm-hmm. En is zo eigenlijk... vergroeid in de Moerse gemeenschap, mm-hmm. denk ik, hè? Ja, inderdaad, ja. Klopt. Oké, okay. Ja. Nou, dat is helemaal duidelijk. Piet, zie je op tegen de enorme klus die jullie de komende maanden te wachten staat? Nou, het zal een heleboel werk zijn, maar op zich is het leuk werk en dan hoef je er dus niet tegenop te zien. Nee, ik kan me voorstellen, ja, het is natuurlijk een enorme uitdaging. En alleen al de anekdotes en de oude foto's, ja, elke foto heeft zijn eigen verhaal, dus het lijkt me... Ik denk het ook heel moeilijk is om straks een keuze te moeten maken om er niet zo'n dik boek van te hoeven maken. Dus jullie staan nog een hele klus te wachten. Ja. Ongetwijfeld, ja. Maar gezien de ervaringen met het boek Parelmoer gaan we een leuke tijd tegemoet, denk ik. Ja, twijfel ik niet aan. Ik wens jullie daar met z'n drieën, Willemien, Marij en Piet, ontzettend veel succes en plezier bij en... We zullen in november zien wat het geworden is. Nogmaals, ja, okay. Ontzettend veel plezier de komende maanden. En bedankt voor jullie medewerking.